Radio en TV voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Vandaag een Dickie Woodstock Festival. Drie dagen lang Woodstock FM, noem ik het maar. Want ik sta bij ons op de tekst, op de DHB radio, dat wij gewoon tegenwoordig Woodstock Radio heten. Drie dagen lang. Bij ons in de mobiele studio Corbus. En de Rockets, wat is dat? De Wolf on Tour? Ja, dat klopt. Ja, dat is, Draag uit. Ja, dat is de tour zoals we die noemen dit jaar. We doen het gewoon in Drenthe. We doen het gewoon in Drenthe, ja. Jullie komen in Drenthe. We komen allemaal in midden Drenthe. Ja. Wat houdt dat in, die Wolf on Tour? Ja, dat is gewoon van een nummer van ons. Dat is wat we de tour gewoon genoemd. Hoe lang zijn jullie, hè? 3 jaar, zoiets. Ik praat met Corbus en de Rockets, maar ik probeer het gewoon ook in Drenthe te doen. Ja, uit Drenthe. Jense Leistra, Alex Geuring, Jorik Veenstra, met z'n drie. Dat klopt. De gitarist die is die verkeering gekregen en die dacht van dit bevalt me weer. Dat denk ik zoiets. Sinds net doen we met z'n drieën, dus dat ging hartstikke mooi zo. Dat ging hartstikke mooi. Jullie moeten nog optreden, hè? Nee, we hebben al gespeeld. Je hebt al gespeeld. Ja. En? Ging mooi. Ja. Ja. Vertel, naast jou, hoeveel woord was het? Stond het vol? Het tellen blijft lastig na zoveel bier, maar het stond lekker vol. Iedereen deed leuk mee, dus dat was hartstikke leuk. Eigenlijk best wel professioneel, joh, want ik zag een behoorlijk professionele videoclip voorbij komen. Oh, ja. Van nog geen bier. Ja. Daar sta je nog steeds achter? Jawel. Gisteren was er iemand op journaal die zei van niet meer als 2 biertjes tegelijk bestellen, want dat loopt compleet uw daar. Dat vind ik nergens op slaan. Ik heb het ook gelezen in de En er waren er dan meer, maar ze hebben hier wat op de fun. Ze doen ook hier gewoon 10 keer 2 bier. Ja, en daar kan ze op. Maar zo'n videoclip, dat is toch niet zomaar even iets. Dat heb je wel nodig natuurlijk om een klein beetje aan de weg te spieken. Maar dat is wel leuk inderdaad wat je zegt. Als je zo'n videoclip hebt en iemand die dat goed kan. Die man die dat goed gedaan heeft, die kon dat goed. En we hebben inderdaad een mooi clipje van gemaakt. Een hele schoenenklasse vol met prachtige vrouwen. Ja, ook. Maar dat kost wat toch? Nee, het kost hem niks. Het kost niks. Als je het slim aanpakt, dan kan alles. Gewoon het geld gewoon over de bal. Is het een beetje te doen om vandaag een dag als een. Bij jullie in dialect, Ben? Ja, alles in dialect. Is dat een beetje te doen tegenwoordig? Qua werk dan? Ja, blijkbaar wel. Ik bedoel, we spelen toch om de 2 weken zoiets en dan moet volgens mij niet klaar. Nee, dat mag zeker niet. Nee. Wat is jullie grote voordeel? Ik ga even naar de buurtste meneer gaan. Dat is een groot voorbeeld, ja. Iedereen heeft al een voorbeeld. Ik heb allemaal een voorbeeld en Jeroen van Enkel, maar... Ja, dat is een groot voorbeeld. Ja, we kijken vooral een beetje naar Jo, vind ik normaal. Ja, daarom zijn we ook gaan spelen, wat we mooi vinden. We vinden de feesten mooi. En we dachten van, laten we ook zo'n feest gaan maken. Zeg wel, Willem. Hebben jullie ook eigen nummers? Ja, we spelen vooral eigen nummers. We hebben in het begin heel veel covers gespeeld, dus we hebben eigen nummers gaan maken. Ja. En we hebben nu bijna het hele repertoire gevuld met eigen nummers. En wie schrijft die? Met elkaar? Voornamelijk de drummer en de melodie? De melodie, die pakken we op van andere nummers, maar heel soms maken we ook een hele eigen melodie. Ontstaat een eigen creatie. Oké, dat goed. Ja. En eerst best volgende keer, wat kunnen we jullie weer zien? Volgende week. Je weet het niet, hè? Agenda. Volgende week, hè? 12 augustus staan wij in de Hoge Halen. Is het Hoge Halen of niet? Ja, Trekkerslep Hoge Halen. Trekkerslep Hoge Halen, voor leuk. Zet het in met jullie agenda, anders moeten we twee man hebben. Ja, ik moet die jongen al 3 keer wat vertellen. Dat snap ze niet. Dat mag helemaal niks uit. Nog even terug over geen 18, geen bier. Daar staan jullie niet achter? Wel. Ja, in hoezo zin bedoel je dat? Nou, er hangen hier overal van die hele grote posters en er staat er bij nog geen... Oh zo. Nou ja, goed. Ik was 16, ja. Toen nog bier erin. Hm. En 17 niet meer. Nee. En bij 18 wel weer. Raar is dat. Ja, goed. En dan heb jullie een nummer over de streep? Ja, zo ontstaat dat soms, hè. Ja. Ik bedoel de teksten, alle teksten die ik bij jullie van dagelijks leef. Nou ja, dus onder andere dit. Ja. Is dat op single? Ja, ook. Ook, ja. En niet bij je? Nee, ja, niet bij ons. Bij me. Ja. Gaan we door rusten. Oké. Okay. Geen 18, nog geen bier. Jongens, dankjewel. Veel succes. Hallo.